Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. We gaan deze keer een buikspierkwartier keer 2 doen. Dus we gaan totaal 30 minuten onze buikspieren aan het werk zetten. Dat doen we door dynamische en statische oefeningen af te wisselen voor onze rechte en onze schuine buikspieren. Wat dus in totaal een 30 minuten super effectieve buikspierworkout maakt. Ben je er klaar voor? Pak een matje erbij en let's go! Oké, kom naar de grond. We gaan straks elke keer 1 minuut werken en daarna heb je 15 seconden rust om te wisselen naar de volgende oefening. De eerste oefening wordt een side knee crunch. Elke keer strek je je been uit en trek je je elleboog dicht in je knie. Yes? In 3, 2, 1, kom maar. Uit en in. Heel goed, dus we focussen nu op 1 kant. Knijp goed in die zijkant. En je borst omhoog, hè? Dus je trekt echt die achterste schouderblad van de grond. Heel goed. Probeer je nek te ontspannen, dus leg je hoofd lekker neer in je handen. Heel goed, en je trekt altijd je kin een beetje richting je borst. Hè? Op het moment dat je dit echt naar achter brengt, dan komt er eigenlijk heel veel spanning op je nek. En je wil je eigenlijk wel een beetje weghalen. Heel goed. Yes. Netjes nog 20 seconden. Heel goed. En hoe lager je je benen richting de grond brengt, hoe meer spanning er op je buik komt. Hè? Dus wil je nou voor jezelf ietsje lichter maken, dan strek je je been gewoon wat hoger uit. Dat mag altijd. Yes, je bent er bijna. In 3, 2, 1, 15 seconden rust. Even ontspannen en dan mag je je voeten in je tenen in de grond neerzetten. Je borst omhoog brengen en dan gaan we bij de volgende oefening om en om je voeten aan te tappen. Ook weer voor die zijkant. In 3, 2, 1. Yes, kom maar. Heel goed, borst van je op. Dus probeer echt die schouderbladen van de grond te trekken. Hou continu spanning op je buik. Heel goed, en hoe dichter je voeten bij je billen staan, hoe makkelijker het eigenlijk is. Hè? Want dan hoef je minder ver te crunchen naar de zijkant. Hoe verder weg je voeten staan, hoe verder en hoe groter je moet bewegen. Dus pak je eigen niveau. Als je wil, zet je die voeten wat verder weg. Heel goed, kom aan, op de helft. Hou vol. Yes, en als je nou merkt, hé, mijn nek begint een beetje te verzuren. Dat hoort er eigenlijk een beetje bij, hè. Als het nou echt niet meer te doen is, dan mag je natuurlijk altijd even rust nemen. Maar ook die nekspieren, die trainen we nu gewoon. En ook die moeten gewoon sterker worden. Dus hoe vaker je het doet, hoe minder je er last van gaat hebben. Dan mogen we het, kom op. Bijna. 3, 2, 1. En ontspan. Heel goed. Volgende gaan we naar die knee crunch, naar de andere kant. Dus je andere knie in en dan strek je hem weer lang uit. Yes. Bijna. In 3, 2, 1. Go. Kom maar. In en uit. In en uit. Heel goed. Goed je elleboog naar je knie en je knie naar je elleboog. Focus op die zijkant. En trek goed je schouderblad van de grond. Bij mij kan je dat nu goed zien. Dus dat ik niet alleen maar mijn elleboog naar binnen breng, maar dat ik echt mijn hele schouderblad van de grond afbreng. Heel goed. Hou vol. Yes. Kom aan, ook hier pak weer je eigen optie. Je been wat hoger als je dat fijner vindt. Blijf goed ademen. Yes. Ontspan je nek, ontspan je schouders. Netjes. De eerste verzuring in de buikspieren komt al. Heel goed, kom aan. Bijna. 4, 3, 2, 1 en ontspan. 15 seconden rust. Volgende wat je mag gaan doen. Tenen richting je billen. Je knieën naar één zijkant. Dan komen je handen achter je hoofd. En hier vandaan gaat je borst recht omhoog. Dus we gaan ook hier echt focussen op die zijkant. Yes? Go, kom maar. Heel goed. Dus knieën naar de zijkant. Maar je gezicht en je borst recht omhoog. Kleine stukjes, want je komt niet heel ver, hè?
Dan blokkeren die heupen. En dat zorgt ervoor dat je puur die spanning uit die zijkant van je buik moet halen. Heel goed, en deze voel je wel, hè? Hou vol. Goed, blijf weer doorademen. En zorg dat je echt knijpt uit die buik en niet alleen maar trekt aan je nek. Hè? Dus niet alleen maar dit doen. Echt knijpen vanuit die buik. Trek die borst omhoog richting het plafond. Heel goed. Come on, hou vol. Goed bezig. Hier is nog 10 seconden. 4, 3, 2, 1 en ontspan. Hier vandaan draai je jezelf op je zij. Voeten in de grond. En dan kom je straks naar een side plank. Yes. In 4, 3, 2, 1. Kom maar omhoog. Yes. Lift die heup goed op. Draai je borst open. Goed stevig en sterk staan, hè? Goed, we gaan 30 seconden statisch blijven staan. En daarna gaan we hem indraaien. Dat ga ik je zo laten zien. Heel goed, kom aan. Hou vol. Oké, voor 5 seconden mag je één arm onderlangs draaien en we rustig uitstrekken omhoog. Yes, doe maar mee. Dus draai in en strek hem uit omhoog. Draai in, helemaal eronder door. En dan voel je nog meer extra spanning op die zijkant van je buik. Heel goed, kom aan. Hou vol. Hou die heupen goed hoog. Eerst 10 seconden nog. Bijna. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Kom weer liggen. Benen lang, armen lang. Hier vandaan, om en om. Tap je je tenen aan. Met lange benen, lange armen. Cross step. 3, 2, 1, go. Kom maar. Tap aan. En tap aan. Heel goed. Probeer ook hier weer die borst goed omhoog te krijgen. Yes. Hou vol. En lukt het niet, dan mag je natuurlijk altijd je knieën een beetje buigen. Maar probeer zo groot mogelijk afstand te overbruggen. Door die arm of die been echt helemaal te strekken. Come on, hou vol. Heel goed. We zijn goed bezig met die zijkant van onze buik. Die staat dan flink in vuur en vlam. Come on, hou vol. Yes, nog 15 seconden. Bijna de rust. Heel goed. Come on, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Oké, we gaan terug naar een oefening die we net ook hebben gedaan. De knieën naar één zijkant, dus naar de andere zijkant die je net deed. Handen achter je hoofd. Dan gaan we hier vandaan weer korte stukjes richting het plafond. Yes, ready, go. Kom maar. Omhoog en omhoog. Focus weer op die spanning in je buik en niet trekken aan je nek, hè. Heel goed. Ja, goed, je mag ook dus echt je kin weer een beetje inhouden. Hè? Vroeger werd er wel eens gezegd dat je je kin richting het plafond moest duwen. Maar wat je dan eigenlijk gaat doen is dit. Ben je nog steeds niet echt die buik aan het trainen. Dus focus echt op die buik. En zet juist je nek gewoon lekker vast. Ja, goed, kom aan. Hou vol. Knijpen, knijpen, knijpen. En voelen maar verzuren in de zijkant. Kom aan, hou vol. Je bent er bijna. Nog een kleine 10 seconden. Yes, hou vol. Kom aan. 4, 3, 2, 1. Kom weer lichtjes omhoog. Voor die andere kant side plank. Yes, elleboog in de grond, voeten in de grond. Klaar om omhoog te komen. In 4, 3, 2, 1. Lift up. Heel goed, borst weer op, schouders boven elkaar, heupen goed omhoog. Sterke side plank en straks gaan we weer roteren. Heel goed, kom aan.
Yes. Na deze zitten de eerste 10 minuten er alweer op. Ja. Heel veel bezig. 1/3 van de 30 minuten van het dubbele buikspierkwartier gehad. Yes, ben je klaar voor? Draai je in. Kom maar. Onder je lichaam door. En dan terug omhoog. Ja, want je roteert ook echt die schouders een beetje naast elkaar. En dan draai je hem weer helemaal over. Hou goed die heupen hoog. Yes. Kan maar knijpen. Heel goed. Hou vol. Bijna. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, kom weer liggen. We gaan even de switch maken. Wil je schouderbuikspieren meer in je rechte buikspieren? Dus je handen komen onder je billen. Hier vandaan lift je je knieën omhoog en breng je ze rustig weer terug. Yes, ready, go. Kom maar. Je reverse crunch. Zoals je wil mag je je hoofd gewoon rustig neerleggen. En focus echt op die onderste buikspieren. Die elke keer je billen omhoog trekken. Maar nog belangrijker, die je billen rustig weer op de grond neerleggen. Dus zorg dat je niet jezelf omhoog duwt en weer laat vallen. Maar langzaam omhoog en rustig ook weer terug. Heel goed, kom aan. En wil je nou meer spanning op je buik, dan mag je je hoofd liften. Hè? Dan pak je meteen ook die bovenste buikspieren mee. Eigenlijk is je hele buikspierkolom. Hou vol. Heel goed, kom aan. En ook hier, deze begint nu weer te verzuren. Maar hou spanning. Omhoog en rustig terug. Niet meer ploffen. Heel goed, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. 15 seconden rust. Oké, volgende. Je strekt je benen uit. Helemaal omhoog. Lange benen. En hier vandaan ga je je enkels aantikken. Op ieder geval hoe ver dat je komt. Yes. 3, 2, 1. Kom maar. Omhoog. En weer terug. Kijk hoe ver je komt, maar probeer echt die benen te strekken. Ik weet dat dit relaxter is, maar het is niet helemaal de bedoeling om het relaxed te hebben. Dus strek hem uit. Hop, en terug. Heel goed, blijf goed ademen. Hè? Niet je adem inhouden. Dat is best lang voor een minuut. Rustig blijven ademen. Heel goed, kom aan. Yes, je bent op de helft. Goed omhoog. En als je merkt dat je steeds ietsje lager gaat tappen, probeer dat eerste punt weer terug te vinden. En als je ineens van je kuiten naar je knieën gaat, reach weer naar die kuiten. Misschien kan jij zelf helemaal bij je tenen. Come on, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Handen komen weer onder je billen. Trek je benen weer uit omhoog en hier vandaan gaan we om en om één been laten zakken. Voor een leg drop. Yes, ready? 3, 2, 1. Kom maar. Eentje naar beneden en weer terug omhoog. Eén naar beneden en weer terug omhoog. Heel goed, en hier mag je je eigen tempo pakken. Je mag snel, je mag langzaam. Maar waar ik wil dat je op focust, is dat terugbrengen van je been. Dus vanuit deze positie terug omhoog. Dan moeten die buikspieren werken om echt het gewicht van je benen weer terug te krijgen naar de positie waar ze waren. Dus focus daarop. Probeer daar ook niet te snel voorbij te gaan. Dus je mag zelfs heel langzaam omhoog trekken. Dan voel je echt die buikspieren trillen. Heel goed, kom aan, hou vol. Yes, 20 seconden nog. IJzeren buikspieren na dit half uurtje. Kom aan, bijna. Minder dan 10 seconden, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1, ontspan. Next, voeten tegen elkaar, knieën erbuiten, handen achter je hoofd. We komen naar een sit-up. Dus je komt helemaal omhoog naar die sit-up. Yes, 3, 2, 1, kom maar omhoog. En gebruik die arm, hè. Dus hoe harder je duwt, omhoog, hoe meer gewicht je al naar voren brengt, hoe makkelijker je omhoog komt. Lukt dit nou niet, probeer je gewoon zo ver mogelijk te komen.
Heel goed, kom aan. Duw die voeten tegen elkaar aan. En doordat we nu onze voeten tegen elkaar aan hebben en de knieën naar buiten, hebben we eigenlijk alle spanning die we normaal gesproken in onze benen hebben, hebben weggehaald. Hè? Dat betekent dat we echt volledige focus op die buikspieren moeten hebben om omhoog te komen. En dat is wat we willen. Come on, hou vol. Yes, bijna nog 15 seconden. Yes, six-pack in the making. Heel goed, nog 5, 4, 3, 2, 1. En kom weer liggen, handen onder je billen. Hier vandaan, je mag kiezen of je borst omhoog of je blijft liggen op de grond. En we gaan eigenlijk water trappelen. Dus je strekt je benen uit en we gaan om en om spartelen met die beentjes. 3, 2, 1, go. Kom maar. Borst op die ellebogen. Lange benen, water trappelen maar. Lukt dit niet, mag je altijd gaan liggen op je rug en dan ga je hier water trappelen. Yes? Dus dat is je optie. Come on, hou vol. Heel goed, spanning op je buik. Yes, je bent er bijna, come on. We krijgen er warm van, heel goed, come on. Verzuring in die buik. Blijf ademen. Yes, come on. We zijn halverwege van de workout, hè, bedoelde ik dan. Come on, nog 15 seconden van deze. Hou vol. Door die verzuring heen. 10 seconden. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Voeten neer. Kom liggen. We gaan touwtje trekken. Borst omhoog. En hier hangt een heel lang touw waar je jezelf aan omhoog kan trekken. Dus om en om pak je jezelf hoger vast en duw je jezelf omhoog. Yes? Ready? Go. Kom maar. Pak hoger vast en trek jezelf omhoog. Heel goed, kom aan. Alsof we aan het touw klimmen zijn. En om trek je dus ook een schouderblad van de grond, hè? Zo hoog mogelijk. Helemaal naar de top van dat touw. Come on. Pak hem vast. Pak hem vast. Heel goed. Even bikkelen op de helft. Zweetdruppels op je voorhoofd. Maar nu moet je doorzetten. Dit is het moment waar normaal gesproken je buikspierkwartier al was afgelopen. En je weer rustig op de bank zat. Maar nee. Wij gaan even door. In dat dubbele buikspierkwartier pakken we er gewoon 2 achter elkaar. Come on, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Rustig weer een beetje omhoog, want je mag weer op die elleboog komen. Handen bij je onderrug, lichtjes onder je billen, hier vandaan. Knieën in en je strekt ze uit. Knieën in, strek uit. Yes, go, kom maar. In en uit. In en uit. Heel goed. Ook hier geldt, hoe lager je benen, hoe zwaarder. Hè? Dus als ik ze hier omhoog uitstrek, maak ik de oefening ietsje lichter voor mijn buik. En hoe lager ik mijn benen breng, hoe meer spanning er op mijn buikspieren komt. Heel goed, kom aan, hou vol. En vind je dit nou met beide benen tegelijkertijd iets te zwaar, mag je ook hier natuurlijk 1 been om het andere doen. Hè? Eigenlijk hetzelfde wat we net deden. Yes, maar probeer die 2 benen tegelijkertijd. Come on. Heel goed. Bijna. 20 seconden nog. Come on, doorzetten. Bikkelen. Volhouden. Voor die six-pack. Heel goed. 10 seconden. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Draai jezelf om. En kom naar plankpositie. Handen en tenen. Je handen onder je schouders, tenen in de grond. Hier vandaan gaan we lopen. Uit, uit, in, in. 3, 2, 1, go. Kom maar. Uit, uit, in, in. Heel goed. Dan probeer te knijpen in die buik. Te knijpen in je billen. Zodat je zo min mogelijk wiebelt met je heupen. Zo statisch mogelijk.
En dan is dit je laatste statische oefening, voordat we naar de iets meer dynamische oefeningen gaan. Die hartslag een beetje omhoog gaat, we nog iets meer gaan zweten en we eigenlijk alle buikspieren meenemen en aanpakken. Come on, tegelijkertijd, hou vol. Even wikkelen. Heel goed. Come on, 20 seconden nog. Yes, come on. Doorzetten. Zijn die heupen nog stil? Heel goed, 10 seconden. Twee druppels, druppelen op het matje. 3, 2, 1, ontspan. Draai jezelf om. Voeten in de grond. Hier vandaan, handen naast je hoofd. Kom omhoog, box en kom weer terug. Kom omhoog, box en kom weer terug. 3, 2, 1, box er maar. Let's go. Bam. En terug. Omhoog, schuin inslaan en weer terug. Heel goed, kom aan. Yes, 20 minuten gehad. Nog 10 te gaan. Het grootste gedeelte heb je gedaan. Heb je gehaald. Dus ook dit ga je halen. Come on, hou vol. Duw jezelf omhoog. En boksen. Yes. Ook hier, gebruik weer die armen. Hè? Dus sla jezelf omhoog. En hoe harder je slaat, hoe makkelijker je omhoog komt. Dus gebruik die impact. Come on, hou vol. 10 seconden nog. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. En draai jezelf om. We gaan naar mountain climbers. Dus handen en tenen in de grond. En die knieën om en om in. Yes. Een minuut lang. 3, 2, 1. Go. Kom maar. Yes. Borst mooi op. Handen onder je schouders. En knieën om en om richting je borst. Pak je eigen tempo. Hè? Je mag sneller, je mag langzamer. Heel goed, maar een minuutje is best lang. En zorg dat je niet al je energie verspilt in de eerste 10 seconden. Heel goed, kom aan, hou vol. Je bent al bijna op de helft van de minuut. Yes, 30 seconden te gaan nog. Kom aan, blijf knijpen in die buik. Duwen uit je handen en door die verzuring heen. Hartslag gaat omhoog. 20 seconden op de klok, kom aan. Heel goed. 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Armen even los. Goed gedaan. Wat mag je doen? Weer op je billen komen zitten. Hier vandaan. Russian twist. Dus draai in, draai uit. Lift die benen terug. Ready? Set, go. Kom maar. Dus Russian twist. Lift en terug. Russian twist. Lift en terug. Heel goed. Dus zet die spanning even op die buik. Door die benen te liften. Op en terug. Heel goed. Kom aan. Heel goed. Zoek die balans, hè. Dus niet hier te veel naar achter vallen. Echt even die spanning zetten. Heel goed. Goed indraaien. In die Russian twist. Yes. Hartslag gaat weer een beetje naar beneden. Van die mountain climbers. Maar ik verzeker je. Je gaat zo weer omhoog. Come on, hou vol. Heel goed. Spanning op die benen ook, hè. Yes, bijna. 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Oké, kom liggen. Dat gaan we doen. We gaan hier van hollow naar knie in. Hollow hold, knie in. Yes. 3, 2, 1. Strek uit en trek hem in. Strek uit. En trek hem in. Come on, hou vol. Pak je eigen tempo. Je mag snel, je mag langzaam. En voel je je onderrug
Dan strek je die benen wat hoger uit, hè. Daarmee duw je makkelijker die onderrug in de grond. Iets minder spanning op je buik, waardoor er ook automatisch minder spanning op je onderrug komt. Dus wil je hem ontzien, voeten ietsje hoger. Yes? Come on. Uitstrekken, intrekken. Uitstrekken, intrekken. Heel goed, come on. Doorzetten. Nu wordt het zwaar, hè? Maar nu is de tijd om te bikkelen. Om door te zetten, om niet op te geven. Come on, bijna. Laatste paar seconden van deze. 4, 3, 2, 1. Draai jezelf om en kom naar ellebogen en tenen. We gaan naar een hover en hier vandaan ga je om en om je heup richting de grond duwen. Yes, 2, 1, go. Kom maar. Heup en heup. Heel goed. Borst op. Schouders zijn boven je ellebogen. En voel die spanning oplopen in de zijkant, hè. Kom aan, om en om richting de grond. Yes. Kom aan, even wikkelen. Voordat we naar je laatste drie oefeningen gaan. Je laatste drie minuutjes. Voor je half uur buikspier dubbel kwartier. Kom aan. Hou vol. Hou vol. Ook ik heb het zwaar. Maar wij kunnen dit. Samen naar de finish. Kom aan, 15 seconden. Ademen. En doorzetten. 10. Heel goed. 5, 4, 3, 2, 1. Kom staan. Woehoe. Twee druppels, warm. Voeten breed. We komen naar een sumo squat. Handen achter je hoofd. Wat gaan we doen? Twist, twist. En dan zijkant, zijkant. Yes, go. Kom maar. Twisten. En dan zijkant. Yes, twisten. En dan zijkant. Laag in die benen. En goed spanning op die buik, hè. Zo ver mogelijk. Draai je in. Zowel bij die twist. Als bij die crunch naar de zijkant. Want dan staat er maximale spanning op je buik. Come on. Hijgen. Zweten. En als je het goed doet, duw je elke keer alle lucht uit je longen. En je merkt hoe moeilijk ik het vind om te praten. Dat wil zeggen dat de bewegingen zo groot zijn dat je alle lucht nodig hebt. En alle spanning volledig in je core neerzet. Come on. Bijna. 4, 3, 2, 1. Rust. Oké, schud je benen los. Hartslag gaat omhoog. Wat gaan we doen? Eigenlijk een soort skiën. Van rechts naar links. Springen. Die spanning volledig op je core. Yes. 3, 2, 1. Go. Kom maar. Alsof er hier een lijntje is. Waar je elke keer rechts naar links moet springen. Heel goed. Kom aan, knieën zacht. Heel goed. En voel maar even. Hè. Als je het goed doet, voel je die spanning elke keer op die buik. Kom aan. Blijf een beetje laag. Nou, hoeft niet groot, hè. Mag klein. Zolang je maar wel elke keer dat gewicht verplaatst. Van rechts naar links. Van rechts naar links. Kom aan, hou vol. Je ene laatste. Heel goed. Come on. 20 seconden. Doorpikkelen. Verzuring ook in die benen. Maar vooral in die buik. Come on. Bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Laatste oefening. Wat gaan we doen? Armen hoog, om en om. Elleboog naar je knie. Yes, laatste 60 seconden. Pikkelen, come on. Yes, go, kom maar. Heel goed. Even doorzetten. Niet nu opgeven, hè. Niet nu rust nemen. Nee, het is nu sprinten naar de finishlijn.
Come on. Elleboog naar je knie. Knijp in die buik. Crunch om en om. Hoe hoger die knieën, hoe meer spanning op je buik. En hoe meer je indraait, hoe meer spanning weer op die buik. Come on. Op de helft. Heel goed. Yes. Doorzetten. Come on. Kan je hoger? Kan je groter bewegen? Bijna. Tellen we af. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. Top gedaan. Ik heb het er warm van en ik hoop jij ook. 30 minuten buikspiertraining. Een dubbel buikspierkwartier. Ik ben trots op je. Ik hoop dat je het leuk vindt. Like de video als dat zo was. Zie ik je heel graag bij de volgende workout. Doei!